Als je ouders te weinig geld hebben, mogen de jongens naar school en moeten de meisjes helpen in het huishouden. Vindt u dat eerlijk? Dat zie je over heel veel landen in de wereld, dat men dat onderscheid maakt. Ik denk dat het te maken heeft dat die mensen hebben geen oude dagvoorziening hebben. En die moeten later, als ze oud zijn, onderhouden worden. En meestal gaan ze ervan uit dat ze onderhouden moeten worden door hun zonen. En dus vindt men het belangrijk, maar eerlijk is het natuurlijk niet. Als u helemaal geen geld had en heel arm was en uw gezin bijna niet kon onderhouden en u heeft 5 kinderen en de oudste is al oud genoeg om te gaan werken, zou u dan uw oudste kind voor best veel geld verkopen om dan genoeg geld te hebben voor uw gezin? Nee, ik zou hem niet verkopen. Dat is echt het... dat zou ik eigenlijk nooit doen. Ouders vinden het vaak belangrijker dat jongens een goede opleiding krijgen. Meisjes blijven vaker thuis om te werken op het land of in huis. Het analfabetisme onder vrouwen is dan ook groter dan onder mannen. In het werk hebben mannen ook betere posities. Mannen en vrouwen die precies hetzelfde beroep uitoefenen, krijgen toch niet altijd hetzelfde betaald. De man krijgt dan een hoger salaris. Een groot probleem waar vrouwen in Peru mee te maken hebben is huiselijk en seksueel geweld. Er wordt ook sterk van mannen verwacht dat ze slagen in het leven en een gezin onderhouden. Maar in Peru zijn er beperkte mogelijkheden om hoger op te komen. Dus als het een man niet lukt, wordt dit niet zelden afgereageerd op de vrouw of kinderen. Ook seksueel geweld, zoals verkrachting en misbruik, komt veel voor. Meisjes worden vaak ontvoerd en de prostitutie ingedrongen. De meeste polities doen er niks aan omdat ze er zelf ook aan verdienen en gratis meisjes krijgen. Wat zou jij doen als je politie was? Ik zou die meisjes helpen, zeker weten. Ja? Volgens mij, zij verdienen sowieso geld met hun werk. Als je politie bent, dan verdien je sowieso geld, dus... Maar ik vind sowieso dat de regering daar wat tegen moet doen. Ja, die prostitutie kan gewoon niet hoor. Nee. Oké, dankjewel. Je hebt helemaal geen geld en je hebt 5 kinderen. De oudste is oud genoeg om te werken. Zou je je kind verkopen om je rest van je gezin te onderhouden of niet? En waarom? Ja, want anders gaat het dood. Nee, ik zou dat nooit doen. Deze jongen, zoals je ziet, zou zijn kind verkopen. Ik zou dat nooit doen. Moet je in de situatie verplaatsen? Tuurlijk, maar als je van je kind houdt en man genoeg bent om een kind te maken, moet je het ook opvoeden en kun je het niet verkopen voor geld. Mijn mening. Peruaanse vrouwen hebben niet altijd het identiteitsbewijs dat je nodig hebt om te stemmen of op land te kopen. Hiervoor heb je een geboortebewijs nodig, maar veel vrouwen zijn niet ingeschreven bij hun geboorte en op latere leeftijd kost het veel geld. Doordat ze geen geboortebewijs hebben, kunnen ze niet stemmen. In Peru, als de ouders te weinig geld hebben, mogen de jongens naar school en de meisjes worden vaak thuisgehouden om in het huishouden te werken. Vindt u dit eerlijk en waarom? Nee, natuurlijk niet. Dat is iets wat in de westerse wereld al niet meer voorkomt. Misschien is dat ook wel nodig, want als je een inkomen nodig hebt, dan is het misschien wel zo dat jongens beter in staat zijn om dat geld dan te verdienen voor het gezin en de familie. Maar in het westen geldt dat gelukkig niet en hebben meisjes net zoveel recht op scholing als jongens. En vind je ze gelukkig ook in telkens meer beroepen op net zulke hoge posities komen als mannen. En dat juich ik ook heel erg toe. Cause I don't wanna lose. I got my arms all spread. I hope that my heart gets fed. Matter of fact.
Why we got good shit, don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're on the wrong way, track on the good. I'm only painting a picture, telling where we could be. Yeah, like a heart in a dash where it should. You done gave it away, you had it till you took your pick. But I keep walking on, keep open doors, keep hoping for that the call is yours. Keep those on hold, cause I don't wanna live in a broken home.